die stond er ook al in tegen. Anderlecht is een vaste basisspeler bij Kortrijk sinds zijn komst. En ook Selimani keert terug in de basis. Jansen, goede toets. Miyoshi, vlotjes vrijgespeeld. Miyoshi, trappen maar! En een goede redding van Inic. Daar is het antwoord van Antwerp. Of Radovanovic was dat. Miyoshi, Nainggolan. Nou, weer goed gebracht. En Toby Alderweireld. Proberen wegdraaien onder druk van Vines. Prima gedaan van de Amerikaan Miyoshi. Jansen is voor doel. Jansen kan afdrukken. En daar is de redding van Ilić. Nou. Hij werd ons net ontnomen. En Lamkelzee zet zich door. En in het midden is Avenatti. Avenatti voor 1-0. Jawel. Kortrijk op voorsprong. En DJ Lamkelzee viert alsof hij zelf gescoord heeft. Voor de supporters van Antwerpen. Ja, man, dat moet je dan ook niet doen. Maar Kortrijk staat dus wel op voorsprong. Na een goede start van de wedstrijd. Met veel lef. En dat is zeker de hand van de coach. Andan Kustovic, veel kritiek gekregen. Maar nu volop voor de aanval gekozen. In deze wedstrijd. En dat pakt uit. Avenatti met zijn eerste. In zijn tweede periode bij Kortrijk. Filippi Avenatti wordt. Stengs, mooie beweging langs de lijn. En Nainggolan onder druk van Tanaka. Zit daar op een zakdoek, maar Nainggolan lost dat heerlijk op. Dit is een geweldige counter van Antwerp. Stengs en Miyoshi. Vines is op komst. Maar de Japaner moet het zelf doen. En Inis met een prima save. In al het tumult hier in het stadion, al het boegeroep. Yusuf. Toch weer de beste man op het middenveld bij Antwerp. Zoals wel vaker. Selemani met de versnelling. En dan is het moeilijk om hem te volgen. Goed van Gerkes. Hinnen. Half. En Selemani die kan meepikken en kan scoren. Ja. Kortrijk op 2-0. En geen buitenspel. Voorlopig dan toch. En dan heel veel geluk onderweg. Maar zo kalm gebleven in de afwerking. En bij Antwerp ging er toch net iets te veel mis. Geen sprake van buitenspel. Vergeet het. En zo kijk je plots tegen een 2-0 achterstand aan. Dit is prima hoor. De controle, de zuiverheid, de luciditeit om die bal nog rond Buté mee te nemen. Om niet snel te duwen, maar... Nog altijd Bilal Messaoudi. Zich. Ruimte, inderdaad, op links. Bij Lamkelzee voor 3-0. Lamkelzee. Nee. Verlies de controle. Over de bal en over de eigen benen ook. De Laat. Het zit pot toe, maar het is wel een strafschop. Of, ja, nee. Ja, toch, een strafschop, voilà. Even was de vertwijfeling, maar wel degelijk handgeraakt. Ja. Vincent Jansen voor 2-1, trapt hem binnen. En veel harder kan je hem niet binnentrappen, denk ik. Daar zat wat woede achter. Wat frustratie na een moeilijke wedstrijd. Maar Vincent Jansen op speeldag 10, dat is niet verkeerd. Van Driessen kijkt weer. En fluit maar niet af. De Laat. Eén bal. Nee, het is afgelopen. Het is afgelopen met het perfecte rapport van Antwerpen.